Goedenavond, welkom bij Facebook Live. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie. En fijn dat we zo toch nog een beetje bij elkaar kunnen zijn, want het valt allemaal niet mee nou, hè, met de coronamaatregelen. Nou, over een paar weken is het Pasen, dus ik vond het wel leuk om iets voor Pasen te knutselen. En ik heb een soort mandje gemaakt en daar passen deze twee paashazen in. Hij is niet zo heel erg gedetailleerd, maar diegene die ik daar ga maken, die wordt wel iets uitgebreider. Dus ik ga zo uitleggen hoe je het mandje maakt. Het hengsel is van vellum en is een beetje hoog, omdat anders die paashazen er niet in pasten. Maar ik ga dadelijk een iets andere soort maken. Dus ik hoop dat jullie gezellig meekijken en misschien meedoen. En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Dus dan ga ik maar eens beginnen en leg ik deze even aan de kant. Dan heb ik een stukje kartstok. Van 26 bij 17 centimeter. En dan ga ik rillen op 10 en op 16 centimeter. En dan allebei de kanten, op de lange kanten op 1 centimeter aan allebei de zijden. Zo. Pardon. Nou, dan doe ik deze eventjes een beetje zo, deze ook. Zo mooie scherpe lijntjes hebben. En dan knip ik hier uit deze, uit dit stukje knip ik een V'tje. Zo. Ik denk dat ik het wel goed doe. Deze kant ook. En dan heb ik twee stukjes van. Even kijken hoor. Twee stukjes van 6 bij 10 centimeter. En die kan ik er dan zo tegenaan plakken. En dan heb je dadelijk al, de vorm is dan al klaar. Stukjes korting. Gaat het allemaal goed met jullie in deze gekke tijden?
Gelukkig wel, zegt Ans. Ja, hier ook. We zijn wel allemaal een beetje verkouden geweest. Maar we zijn weer op de goede weg. Gelukkig. Even kijken hoor. Dit is dan wel even een beetje een lastig klusje. Maar het komt vast goed. Dat is veel binnen, zegt Tineke. Ja, klopt hè. Veel binnen. Bij Astrid gaat het ook nog goed, lees ik. Even kijken hoor. We hebben wel veel tijd om te knutselen. Nou, dat klopt. Dus wel eventjes een gepriegel. Maar het komt goed. Zo. Eigenlijk de basis hebben we al klaar. Misschien niet helemaal netjes, maar dan kan ik misschien nog wel een beetje bijknippen. Zodat het een beetje aansluit. Even kijken of dat lukt. Dan haal ik hem even een beetje naar me toe, anders zie ik het niet. Even kijken. Marianne is iets te laat, maar dat geeft niet hoor, want je hebt er niet zo heel veel gemist. Nou, het wordt er niet echt mooier op, maar... Vooruit dan maar. Daar ik maar heel mooi versieren, dan zie ik het niet meer. Nou, dat is eigenlijk de basis. Dan heb ik al wat dingetjes voorbereid. Vanmorgen allemaal al kuikentjes en konijntjes en gras uitgestanst. Vlindertjes. Dit is allemaal van Marianne Design, behalve het gras. Dit is van Crealise. Ik heb een beetje voor pastelkleurtjes gekozen. En daar ga ik dan de zijkanten mee versieren. En dan heb ik de langste kant heb ik al bewerkt met een stencil en distress inkt. En de kortste kanten nog niet, dus die ga ik nog eventjes ga ik nog even nu doen. Kijken of het een beetje past. Ja.
pastel. Oh Marianne, ik ga een paashazen mandje maken. Dus deze heb ik al gemaakt en nu ga ik een iets andere variant maken. Ook met andere hengsels. En hier komen paaseieren in. Dus dan wordt het hengsel ook niet zo groot. Dus dat is de bedoeling. Dan ga ik eerst deze twee zijkantjes even een kleurtje geven met distress inkt. En een stencil. Even kijken, waar is het? Hier is het. Ja, de kuikentjes zijn leuke, Astrid. Ze zijn heel schattig en je kunt ze ook allemaal nog een beetje verschillend maken. Want er zitten ook nog drie verschillende soorten pootjes bij en drie verschillende soorten snaveltjes. Ik heb nou maar één snaveltje gebruikt en je kunt je vleugeltjes kun je dan nog anders opplakken. Dus dan heb je echt nog andere kuikentjes. Dat is wel grappig. Pak ik een velletje sticky grit. Dat heb ik van Petra geleerd. Super handig. Plak je gewoon je papiertje op. Dan hoef je alleen je stencil maar vast te houden. Ideaal. Hoi Yvonne, ook van de partij. Zo, dat is één. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, want het is wel vrij licht van kleur. Kijken of ik het een beetje dichterbij kan hangen. Kijk, dan krijg je een beetje een wolkenachtergrond. Dus dan ga ik ook eventjes bij deze doen. Dit is tumbled glass, Cynthia. Dat geeft niet hoor, Yvonne, dat je een beetje te laat bent. Nou, dan plakken we deze weer terug. En dan kun je hem nog heel vaak gebruiken, want hij blijft heel goed, zo'n velletje blijft heel goed plakken. Dus je hebt te veel plezier van. Sorry, wat zei je? Tumbled glass, zei ik. Ik weet niet of je het kunt zien, als ik hem een beetje erbij hou. Ja, tumbled glass.
zo. Nou, dan gaan we even kijken hoe we het leuk kunnen aankleden. Ik heb 2 keer het konijntje van Marleen. Ik heb 8 kuikentjes. Ik denk, ik stans maar genoeg uit. Paaseieren. Dan gaan we eens even kijken of we er iets leuks van kunnen maken. Kijk, het gras is net niet lang genoeg. Ik weet niet of ik merk goed in beeld of niet. Even kijken. Zo'n beetje. Yvonne zat een oude lijf te kijken. Dat is helemaal mooi. Hoe kwam je daarbij, Yvonne? Even kijken hoor. Het gras is net niet lang genoeg, maar dan ga ik daar doorknippen en dan zet ik er wel een paasei voor of zo. Dat komt wel goed. Maar dan ga ik even kijken hoe ik het wil, wat ik leuk vind. Kijk, het konijntje krijgt eigenlijk nog een paasei in zijn pootjes. Kijk, als ik straks dan hier doorknip en ik zet de paasei ervoor, dan is niemand die het ziet. Kijk, dan had ik de kuikentjes zo gemaakt dat ze tegen elkaar aan het kletsen zijn. Nou, komt goed. Dus dan ga ik de gras gewoon doorknippen. En opplakken. Even kijken hoor. Te snel geklikt. En was ik daar of was iemand anders het, Yvonne? Even kijken. Van welk merk is dat? Wat bedoel je, Yvonne? Van welk merk is dat? Even kijken. Ja, ik zal de kuikentjes op 1,5 meter afstand zetten, Astrid. Ga ik doen. Oh, jullie hebben denk ik ergens anders over. Ik zal er niet tegenaan bemoeien. Even kijken. Dan plak ik deze hier. Ik moet heel even naar toe halen, anders dan gaat het niet goed. Oh ja, dat plaksel, ja, dat is van Sizzix. Ja, Sticky Grid heet het. Volgens mij is het er ook nog in een grotere maat. Zo, kijk, dan zetten we de paas aan en zetten we er hier zo voor. Dan zie je er helemaal niks meer van. Ook weer opgelost. Oh, het is er ook van Nelly Snelle, lees ik. Dat wist ik niet.
kaaseitje. Dat past dan precies tussen de pootjes, dat paaseitje. Super lief. Zo, dan hebben we de kipjes. Kuikentjes. Vind je het konijntje er zo treurig bij zitten, Astrid? Dan gaan we daar eens even iets aan doen dan. Misschien is het leuk als ik een vlindertje op zijn neus zet van het konijntje. Nee, doe ik niet. Maar ik doe er wel een paar. Er zitten wel een paar bij het konijntje. Dan is die niet zo alleen. Dat past. Dat past precies. Deze hier. Nou. Dan hier nog een paaseitje achter. Wat doe ik nog? Als jullie nog iets te vragen hebben, dan hoor ik het wel, hè? Als er iets niet duidelijk is. Of... Even kijken, die kan misschien hier nog wel tussen. Nee, het is een beetje vop. Misschien een tulpje erachter. Ja, dat is wel leuk. Tulpjes komen ook uit de set van Marleen. Die horen bij het konijntje, als ik het goed zeg. Volgens mij wel. Dan doe ik hier ook nog een eitje. Ja, de wolkjes is ook een stencil van Marianne Design, Astrid. Dus daar kun je zonnestralen mee maken en je kunt er wolkjes mee maken.
Nou, dan leg ik hem voor nu even weg. Misschien heb ik daar nog wel over. En dan plak ik er nog iets bij. Dan ga ik even de andere kant doen. Nou, die knip ik ook gewoon willekeurig doormidden. Even kijken hoor. Bedoel je dan die mat of dit plakspul? Kan ook het konijntje voor het gras zetten. Aan deze kant. Dat is ook leuk. Ja, daar ga ik doen. Is het probleem gelijk opgelost? Zo. Dan geven we dit konijntje een paar tulpjes in zijn hand. Deze is beter. Ja. Zo, die gaan we ook wat verder aankleden. Met wat kuikentjes, eitjes. Pardon.
Zo. Ik zie nog een tulpje. Kan ik er wel bij plakken. En dan hebben we daar ook nog de zijkantjes. Echt allemaal hele lieve malletjes. Zo, dan pakken we nog een paar vingertjes erbij. Zo, leggen we deze ook weer even aan de kant. Dan hebben we nog de smalle stukjes. Daar is het gras wel lang genoeg voor. Hoi Magda, kom je ook nog even kijken? Ik haal hem even weer een beetje naar me toe. Nou, dat klik ik hierachter gewoon af. En dan kan dit stukje vast op het andere zijkantje. Even kijken of dat past met z'n tweeën. Ja. Dan is het tasje dadelijk aan elke kant mooi aangekleed. Zo. Plak ook nog een vlindertje bij.
Kijken of dit nog leuk is. Nou, niet echt. De vlindertjes zijn ook van Marleen Astrid. Die horen bij de Flower Jug. Het is zo'n kan met van die paastakken. Daar zit een heel klein mannetje bij met een vlindertje en een hartje en een heel klein paaseitje. Dus daar komt die vandaan. Dat is inderdaad heel schattig. Oh, ik zal het zo even laten zien als het doet. Bij de... Even zoeken hoor. Hierbij. Daar horen dan ook deze takken bij. En daar zit dit malletje bij. Oh ja, met een bloemetje ook nog. Een bloemetje, een vlindertje, een hartje en een heel klein paaseitje. Dan kun je ook nog paastakken maken. Dat is ook een setje van Marleen voor Marianne Design. Ja, dat is een heel lief setje, ja. De kuikentjes zijn lief, hè, Yvonne. Ik heb er ook al een verjaardagskaart mee gemaakt, dus je hoeft ze niet per se voor Pasen te gebruiken. Nou, daar zijn alle kanten denk ik wel klaar. Ik heb nog zelfs nog wat over. Dus ik kan ook ergens iets bij plakken. Zo. Deze kan hier nog bij. Deze zal ik hier nog doen. Dus dan hebben we alle vier de kanten af. Dus die kunnen we op een doosje gaan plakken.
kijken of ik een beetje recht blok. Niet echt. Nou, hij is nu helemaal perfect, maar... Het kan er mee door. Zo. In dit tasje stop ik dadelijk grote paaseieren, grote chocolade-eieren. Dus dan ga ik de hengsels iets anders maken dan bij het andere tasje. Want die hoeven dan niet zo lang te zijn. Dus dan ga ik eigenlijk eventjes iets proberen. Kijken of dat leuk is. Naar deze kant nog. Is die in ieder geval aan alle kanten aangekleed, dus het maakt niet uit van welke kant je er tegenaan kijkt. Alle kanten is die aangekleed. Ja, hier is die niet zo heel netjes, maar vooruit dan maar. Dan ga ik even iets proberen voor de hengsels. Een beetje opruimen. Pak ik een cirkelmal.
pak ik een paar maatjes kleiner. Ik kan kijken of ik daar een hengsel van kan maken. Zo. Dan zet ik het even vast met tape. Die kan het wel bewaren. Even kijken hoor, dan kan ik deze wat lijkzamer door de machine halen. Die kunnen weg. Kijk, dat is wel leuk. Kijk, dan ga ik ze even samen door de het snijapparaat halen, want dan heb ik ze precies gelijk. Hou ik ook nog wat ruimte over om ze goed op te plakken, zodat ze goed vast blijven zitten. Een stukje boven. Even kijken, waar is mijn naald? Hier is mijn naald. Nou, doe ik een beetje op het oog. Moet ik even goed nadenken. Het goed doen. Doe de andere kant ook. Begint het al echt op een tasje te lijken. Nou, dat is gewoon een beetje bossen, dat het een beetje op
dezelfde plek zit. Ik denk dat het zo aardig klopt. En dan stempelen we nog een tekstje. Ik heb ook hele leuke paasstempeltjes van Mario Design. Wel even zoeken. Even kijken hoor. Ik heb Nederlands en Engels. Nou, gaan we voor Nederlands of gaan we voor Engels? Als jullie dat eens even uitvechten met z'n allen. Dan zoek ik vast even een kleurtje uit wat er leuk bij past. Even kijken. Natuurlijk net weer die ik zoek. Hier dan. Ja. Die wilde ik graag hebben. Nederlands. Annemarie is de eerste, dus die mag kiezen. Dan leggen die aan de kant. Even kijken. Wat zal ik doen? Gezellig paasfeest doe ik. Ik dan wel even het stempelhulpje. Dan weet ik zeker dat het goed gaat. Gezellig paasfeest. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Duidelijk is. Even kijken hoor. Fijn weekend, zegt Willy. Fijn weekend, Willy. Heel eventjes een beetje te warm. Zo. Ben ik zeker dat de intro is. En een slokje water. Even zoeken hoor. Deze, ja. Die past. Blijft deze afdruk wel goed staan? Ja hoor. Met oxide inkt bedoel je, Yvonne?
ben daar best tevreden over, over oxide inkt. Even kijken. Deze zijn van Kalijn. Ja, die set van Kalijn. Kijk even. Zoek hoor. Even herrie maken. Zo. Nou, ik vind het wel meevallen, maar misschien zijn er wel meer dames die dat we ook vinden, maar ik heb eigenlijk niet zo'n last van. Nou, dan ga ik deze hier nog aanhangen met een koordje. Ja, Petra, dat is de Sidekick van Sizzix. Die is echt heel makkelijk. Ik heb ook van die kleine plaatjes bij. Dus als je dan alleen nog maar kleine dingetjes te stansen hebt, dan staat die ook niet zo in de weg op je bureau. Want ik heb wel natuurlijk ook mijn Big Shot. Maar die gebruik ik dan echt voor de grotere stansen die hier niet in passen. En die zet ik dan op een gegeven moment weg. En dan heb ik alleen nog maar een kleintje op mijn bureau staan. Dus dat scheelt ook een hoop plek. Even kijken hoor. Wil niet, maar ik wil. Wacht even, doe even anders. Ja, dit is handig hè, Hans. Een klein stansmachientje erbij. Zo, die doen we dan aan. Dan is die bijna klaar. Even kijken, ik vind het alleen niet fijn dat... Oh, dat je de andere kant op moet draaien. Ja, ja, daar ben je ook wel aan, toch? Nou, dan gaan we de eindjes erin stoppen. Oh, die laten vallen.
Zo, nou dan is die klaar. Dan kan ik hem natuurlijk niet neerleggen, want dan valt alles eruit, denk ik. Wacht even. Kijk of jullie het zo een beetje kunnen zien. Niet echt, denk ik. Dus dan hebben we twee hele verschillende tasjes. Ik weet niet of het allemaal een beetje in beeld ligt, maar... En best snel gemaakt. Dus misschien kunnen jullie er ook iets mee gaan doen. Aanstaande woensdag is Petra er weer met een 12 maanden kerstmedoering voor april. En volgende week vrijdag is Marga er weer. Nou, dan bedank ik jullie voor het kijken en dan...